Dank u. Ja, dank u. Dat bestaat dan een plugin voor. Ah, van Lightroom, ja. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ik ben een beetje achteruit. Gaan we het klein maken dan? Nee. Achter is belangrijk. Achter. Nee, serieus. Ik bedoel, stonden wij hier eerst. Een beetje achteruit gegaan. Een beetje opzij. Dan gaan we stillen, maar. Ik doe een klein. Zo, zo kan ik niemand overslaan. Voilà, vertel het maar. Ja, welkom allemaal. Wil, het is voor ons een bijzonder grote eer dat we een jaar nadat Constant Theater gebouwd is en waar we ook onze eigen programmatie ingepland hebben. Op 29 november verwachten wij voor een volle zaal. En we dachten dat het de ideale gelegenheid was als geboren Veurnenaar, maar ook als oud-inwoner van de Pannen. Ja, dat klopt, ja. Om u hier als allereerste ster van onze Walk of Fame. En als ik het goed begrepen heb, ook de allereerste ster die u in uw carrière mag onthullen. En dat doet ons heel veel plezier dat u vandaag hier aanwezig bent. En ik zou zeggen, neem hem mee. Ja. Ik heb gehoord dat u daar thuis niet al te bedreven mee bent. Ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk zo, hè. En dan kan ik beginnen of zo? Maar niet te rap, hè, Wil. Oh, dat is even een beetje de mouw aanslopen. Ja, Wil? Ja. Wil even naar mij alsjeblieft. Ja, ja. Wat gaan we doen als het daar iets groter is? Even aan de linkerkant, ja. En dan nog eventjes nog naar mij, Wil? Wil, nog even. Daar even naar hier, Wil. Wacht, ik zal een keer mijn ster tonen, hè. Zo, voilà. Wil, nog even naar hier? Ja, ja. Dan eentje van mij, Wil? Ja. Hier even, ja. Ja. U roept maar, hè, zeg maar. Hè. Nog één keer naar hier, alsjeblieft, Wil? Ja. En nog een laatste nou van mij. Ja. Nog een laatste nou van mij hier zo. En dan. Ja, Wil. Wil is mogelijk van iets bij te hurken of zonder. En misschien als Jenny er zo een beetje meer achter wil komen staan. Oh. Beetje korter. Ik is nog staan, toch? Had ik wel leren kaarsen, zeg. Oké, maar dan hoorde jij wil. Dus Hurken erbij en Jenny erbij staan. Ja, kan eens bij staan. Ja. Hoe kan dat? Ja, dan zo. Nee. Alle twee zijn aan mij. Ja. Eén keer aan mij als. Ja. Ik ga ook daar beginnen en dan gaan we stellen. Ja. Daar zit jij. Blijf. Goeie chef. Ja. Goed. Oké. Dat is aan de gemeente. Ja. Perfect. En nu het midden. Ja. Jongens, het is met de burgemeesters.
Peter, en rij je mee in de bus? Ja, ik heb... Ja, we gaan er nog één keer alle drie? Ja, alle drie, ja. Ja, een beetje doen. Ja. Smile, hè? Ja, dat vind ik wel, hè. Goed zo. Eentje voor nu al even. Ja, ja. Kunnen jullie een klein beetje? Zo is het. Ja, wil nog een eens naar hier? Ja, dat was goed. Ja, ja, ja. Wil, kunnen nog een keer? Ja, ja. Kunnen nog zo'n keer iets doen met je handen? Dat was goed. Ja. That's the one. Ja. Okay. Hier gebeurt het. Hier. Hier. Ja. En nog eentje. Alles nog recht gemaakt. Right. Okay. Allebei naar mij, zo. Ja, all right. Ja, dat is mooi. Dat is en, goed. En nog een keer dat we twee naar hier? Ja, ja, ja. 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 Voor alle mensen, ja. Oké, bedankt. Toch gedaan. Waar is dat? Ja, dat is zo. Ja, dat is. En die meisjes willen erover lopen. Oh, dat is de reclame gemaakt. Ik kon dat niet. Helemaal. Goed. Ja, de zilver. Ja. 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 Zoveel moeilijk foto's krijgen. Nee. Ja. Ik zal wel de eerste zien die erover. Doet dat dan? Jullie? Ja. Ja. Ah. Dat er over staat. Gaat er van jou? Er is niemand over gelopen. Ah, nee, oké. Jammer, ja. Erover stappen. Je bent de eerste. Ja, ik ben niet goed, man. Maar bent toch? Maar bent toch? Maar bent toch? We gaan binnen even de. Ja, dat is goed. Ja, dat is wel goed.
Er zijn zo veel mensen hè, bij ons die veel talent hebben. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar 14-18 geweest. Jelle Kleinmans, die vond ik bijzonder goed. Ik dacht, hé, dat is een nieuw talent. Die gaat het maken volgens mij. En hij schrijft ook zijn muziek en zijn teksten samen. Dus, allee, dat is zo'n figuur waarvan je denkt, van, die gaat een grote carrière maken. Hij is ook acteur. Dus ik heb nooit een acteur genomen. Ik droomde wel van vroeger om acteur te worden. Maar nooit kunnen doen. Terwijl nu de toestanden zijn. Nu eigenlijk een echte zanger. Die moet kunnen doen musicals meedoen. En in filmmuziek en zo. Dus de eigenlijk een hele weg open voor al de jonge nieuwe artiesten. Nog heel veel succes en ook hier op 19. Van de beste. Dank u. Dank u. Het komt van. Het is beter, het is mooi. Ja, ik neem op en ik al die foto er dan uit. Well, we hebben vandaag de eerste ster van onze Walk of Fame onthuld. Cultura. We konden ook niet anders, de kroning van een ganse carrière. Hij had nog geen ster, heeft dat nog nergens. Is geboren in Veurne, heeft gewoond in de Pannen. Dus wie moesten wij anders vragen dan Cultura om die eerste ster te komen onthullen? Voor volgend jaar zijn er al plannen voor het 15-jarige bestaan? Ja, we gaan uiteraard het park verder ontwikkelen en afbouwen. De eerste grote stap zal de opening zijn van het park. Dat is gepland in maart. 22 maart. Ja. We gaan dan nog een waterpark op. De werken zijn op schema, dus dat komt goed. We gaan ook in het park zelf nog een aantal grotere werken uitvoeren. Zoals de koffiekopjes die dan nu in het thema van Prinsessia. Klopt, ja. Dat wordt een volgend groot project. Dus zorgt dan ook weer voor extra jobs, aangezien ook in een restaurant? Ja, sowieso. Maar we hebben elk jaar stijgende bezoekersaantallen. We proberen ook onze openingsperiode elk jaar te verruimen. We gaan nu, zeker met het zwembad erbij, ook weer extra jobs. We hebben inderdaad meer en goed personeel nodig. Ja. Zijn er ook geen plannen hoe het zwembad bereikbaar zal zijn voor
mensen met een abonnement, zal dat dan erbij inbegrepen zijn? Er zullen verschillende formules zijn, maar één ding wat we zeker kunnen vertellen is dat het Klopsakwa zit niet inbegrepen in het toegangsticket van het park, omdat de capaciteit dat gewoon toelaat. Er zullen wel combi-tickets mogelijk zijn. Dus je kan kiezen om enkel het waterpark te bezoeken, je kan enkel kiezen om het buitenpark te bezoeken, maar je kan het ook combineren. Dus je zal combi-tickets kunnen kopen. En dat zal ook mogelijk zijn voor abonnees. Ja, en daarnaast start dan ook de bouw van het Klopsalto. Ja. Dat dan bovenop het Klopsalto zal gebouwd worden. Niet recht bovenop. De twee structuren zullen bouwtechnisch verweven zijn. In die zin dat de bovenverdieping van het hotel zal aansluiten bij het verhaal van de klant. En de twee bouwvolumes zullen naast en op en boven elkaar gebouwd worden. En dat zullen we starten eens de het waterpark is afgerond. Dus, als alles goed is, starten we daar volgend jaar. Ja, en wordt er ook al gewerkt aan nieuwe attracties in 2016? Ja. Zou er ook al sprake zijn van een mogelijk houten achtbaan? Er zijn plannen voor een heel mooie, nieuwe, grote, familiale attractie. Maar wat het juist wordt, daar laten we nog even een keer. En de veermes, zou die dan naar Klopsakwa verhuizen? Daar is ook nog niks over beslist. Maar ik denk dat dat iets is dat zijn eigen leven gaat. Dus nog niet concreet. Nogmaals, we gaan met tijd en boterham. Als alles heel concreet en mooi afgerond is, dan zullen we met de plannen aan de. Ja, in de parking zou die dan nog verder uitbreiden? Het is nog altijd de bedoeling om. Zeker niet meer het zwembad. Aan de andere kant van de pandelaan een nieuwe grote parking te bouwen die dan een aparte afrit heeft bij de snelweg. Makkelijk ontsluit. Maar dat is een verhaal dat al enkele jaren meegaat. En waar we ook afhankelijk zijn van derden. Het is niet iets dat we zelf kunnen beslissen. We kunnen zelf geen grond ontdekken, we kunnen zelf geen snelwegen aanleggen. Maar we hebben de goede hoop op dat zal komen. We hebben dat nodig. Meer en meer mensen die de weg naar het park vinden. Dat betekent ook meer en meer verkeer. En mogelijk ook verkeerslinderen. Ja, inderdaad. Oké. Okay. En hoe blik jullie terug op de Halloweenperiode? Heel tevreden. Ja, absoluut. Dat is een ongelooflijke meerwaarde. Hè. Het is zo dat Halloween als dusdanig is, niet alleen voor ons, maar voor de meeste parken, is een volwaardig evenement geworden. Ja, het is een groot feest dat nu gevierd wordt. Het is absoluut een groot feest. Het duurt 9 dagen, dat is niet zo lang. Want het park wordt dan volledig gethematiseerd. Aparte aankleding, aparte attracties, aparte animatie. Maar als je ziet hoeveel volk er deze week geweest is, dat is vergelijkbaar met topweken in het volksseizoen. En we merken dat ook in de paasvakantie bij mooi weer. Tijd dat de grote massa naar parken ging in juli en augustus is volledig voorbij. Dat spreidt zich nu over het volledige jaar. En hetzelfde zullen we zien als het echt geen keien uit de grond vriest. Gaan we zien in de winterperiode. En ook dan zullen we dagen hebben van 10.000 bezoekers en meer. Zeker nu met de kerstshow van Sint-Jean. Ja, hier voor het tweede jaar staan. Nee, de seizoensinvloed spreidt zich enorm. En Halloween was daar een heel mooi voorbeeld. Oké. Thomas. We kijken er naar uit. Dankjewel. Voor dit. Graag gedaan.